Zulke benen. Ik ben ongesteld geworden. Rainbow Bubble Bar. Zo prachtig. Ik werd helemaal happy ervan. Het is gewoon enorm. Daar is een jacuzzi in het zwembad. Hij zit hier ook helemaal privé. Totaal anders dan het dagelijks leven. Het is echt fantastisch. Dit treffen we aan. Ja. Lekker. Maar ik test een app. Leuk. Dat het bewijs filmen dat ik het allemaal op mijn werk kan zetten. Ik ben bij de klanten, maar kijk even hoe leuk. Ze ruiken ook heel lekker. Dit is ook leuk hoor. En deze vind ik ook heel tof. Dit is ook heel schattig. Het is een slinger. Maar ja, wat moet je ermee, maar wel heel leuk. Ik ben nu bij Leen Bakker. Deze fase vind ik echt heel tof. Deze ook. Om nom 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 nom. Lekker. Ziet er zo cool uit. Goedemorgen. Ik vlog heel weinig, maar dat komt echt omdat ik zo druk bezig ben met die on-the-go video. Ik heb trouwens vet leuke schoenen aan. Kijk deze. Hoe leuk passen die bij mijn oorbellen en mijn ketting. Super leuk. Die zijn van Fabienne Chapeau van vorig jaar. Ja, ik ga het werk. Zo, ik heb alweer weekend. Lekker. Ik ben klaar met alles wat ik moest doen. Naar huis gefietst. Nou ja, bijna thuis. Nog even in het zonnetje chillen. Lekker joh. Oh, ik ga de gember proberen. Gembercapsule. Voor het eerst. Ik ben heel benieuwd. Welke kleur zou het zijn? Oh, huh? Ik ben echt niet sterk. Hoe kan dat? Huh? Gaat dit een tegenvaller zijn? Dat is een matcha. Het is namelijk niet zo moeilijk om gember sterk te krijgen van smaak. Ik proef geen gember. Nou, wat een teleurstelling. Raar zeg. Nou, nee, goed. Vrijwel niks. Heel vreemd. Nou, heel goed geroerd en ik heb er een dubbele van gemaakt. Dus ik nu niks proef. Nee, echt bijna niks. Dit is echt de slechtste. En gember is zo makkelijk. Super scherp. De turmeric. Zal wel heel fel zijn. Ja, ja. Best lekker. Raar. Want het is echt een soort hartige kruidensmaak. Of zo. Maar met die melk wel lekker. Ik hou niet van turmeric, maar omdat het gewoon gezond is en er leuk uitziet, vind ik het denk ik... Ik weet niet, ik vind het wel lekker. Deze heeft tenminste smaak. Ik denk dat ik dan dit de tweede vind. Eerst beet, dan deze. En dan chai. En dan matcha en gember. Dat is denk ik de... Dat is denk ik de volgorde. Nou, zoals jullie waarschijnlijk al weten wat ik al verteld, ben ik echt aangekomen. Meer dan jullie denken, denk ik. En door de hormonen is mijn lichaam ook gewoon heel erg veranderd. Ik ben helemaal aan het veranderen. Oh ja. Wat betreft de pil kreeg ik zoveel DM's op Instagram. Met vrouwen die zich erin herkennen. Of hetzelfde hebben meegemaakt. Of het interessant vinden. Echt super. Dus daar wil ik het echt vaker over hebben. Ik wil ook updates geven. Maar ik heb dus ook ineens super veel vet op mijn benen gekregen. Als ik dus eet zoals ik normaal eet. Ik blijf maar aankomen. Nou ja, nu ben ik gestopt met aankomen. Eindelijk. Maar ik wil ook niet echt streng diëten. Maar ik wil het er wel af. Want ik voel me daar echt niet blij mee. Maar kijk, dit zijn dus mijn benen. Mensen die het weten. Ik had echt wel... Zulke benen, denk ik, of zo. Mijn benen waren altijd het smalst. Dit is echt zo'n broek waar ik normaal geen kont in had. Ik train ook niet met billen, maar ik heb ook veel meer bil gekregen. En ook hier zit veel meer vet. En nou ja, ja dat. De laatste tijd ben ik ook dus weer een beetje aan het hardlopen. Heel sporadisch. Vorige week 3 keer gedaan. Deze week nog geen 1 keer. Maar ik ga nu weer even rennen. Niet dat het echt heel erg helpt, maar ik voel altijd toch wel iets. En waarom filmde ik? Ja, om te vertellen dat mijn benen dus veel dikker zijn. Je ziet het ook. Ik vind het ook niet lekker, want ik loop dan en dan gaat het tegen elkaar aan. En vooral als je geen broek aan hebt, vind ik het gewoon echt niet chill voelen. Het was echt zo. Dus ja. Niet chill hoor, als je dat niet gewend bent. Want ja, mijn benen liet ik altijd gewoon ook lekker zien in de zomer. En I know, deze benen mag je ook laten zien, maar als je niet gewend bent, is het gewoon niet zo prettig. Dus en van zij valt allemaal mee, maar hier. Dus we gaan weer even rennen. Ik heb trouwens toch even een andere legging aan. Ik ben weer broeken... Of dingen voor het leger zelf aan het verzamelen. En die broek van net doe ik ook. Vorig heb ik nog nooit aangehad. Maar het zit eigenlijk gewoon net een beetje te wijd. Je ziet het misschien niet, maar geeft dan helemaal geen steun. Dus ik doe tegenwoordig zoveel naar het leger zelf. Zo handig hier in een bak. En dan ben je er vanaf. En dan zijn de mensen blij. Dus oké, ik ga nu rennen. Ik heb zo geen zin. Maar ik ben aan het touwtje springen. Kijk, ik zweet al.
Ik ga gewoon zo lang mogelijk door tot het niet meer gaat. Op een gegeven moment spring je steeds tegen je voeten aan. Dan wordt het te zwaar of zo. Soms heb ik er 100, soms heb ik er 20. Dus beter dan hardlopen. En ik vind het eigenlijk ook leuker. Omdat ik hardlopen zo stom vind, heb ik altijd iets van graag gewoon hardlopen. Maar overal staat er op internet dat dit eigenlijk beter is, in ieder geval als je wil afvallen. Hardlopen doet niet zoveel. En ik vind hardlopen het stomste op aarde. Dus dit. Vorig jaar deed ik het elke dag. Hè. Ik moet het echt weer oppakken, want het is zo easy. Gewoon hier op mijn balkon. Als ik het 5 minuten per dag deed, merkte ik het al. Hè. Maar nu ga ik echt bikkelen. Ik ga echt tot het einde. Jullie moeten me straks nog veel bezweter gaan zien. Let's go. Op een gegeven moment raak ik gewoon echt om 5 keer mijn voeten. Dan gaat het gewoon niet meer. Veel beter dan dit wordt er niet. Oké, dan ga ik nu dit doen. Dat wil ik ook echt al maanden doen. Ik doe het nooit. De Chloe Thing Challenge. Dit is het ene die heet iets van do this every day to lose weight. Geloof me, ik heb echt nog nooit zo'n workout gedaan. Ik ga het ook niet filmen, want dat vind ik eventjes niet chill als ik mezelf dat terugzie. Maar ik zal even laten weten hoe het ging. Ik ben nog steeds bezweten, hè? Besef. Maar ik ga het doen. Een kwartier moet ik toch wel kunnen. Kan ik dit? Gaat het me lukken? Ik denk het niet, maar we gaan er wel voor. Oké, let's go. Dit is zo gênant. Waarom ik trouwens ook echt vandaag wilde trainen, omdat ik gisteren ook iets heel gênants had. Oh my god. Wat erg. Het is heel erg. Vroeger kon ik gewoon hele Zumba-lessen helemaal volhouden. Een uur dansen was ook pittig hoor. Ik moet echt hier iets aan doen. Ik kan wel 10 minuten rennen zonder te stoppen, maar dit hou ik niet vol. Het enige wat ik heb gedaan is mountain climbers in echt een oma-tempo. En een paar burpees. Jeetje, en ik hou het gewoon niet vol, die burpees. Wat erg. Dat is niet normaal. Oh ja, gisteren met Gim hadden ze een hele leuke les met in de ring hangen en zo. Mochten ze op een box staan en dan aan touwen 2 keer slingeren. Ik kon mezelf niet eens optillen. Ik kon er niet eens 1 seconde aan hangen. En ik vond het zo erg. Ik dacht, nou, dit is echt niet normaal. Ik ben echt niet fit en niet sterk. Dus ik moet dit echt gaan doen. Maar op een vrije dag is het leuk, maar hoe doe je dit als je moet werken? Dan ben je toch helemaal kapot aan het eind van de dag. Maar goed, al doe je het alleen in het weekend, dan is het al wat. Oké, nou, ik ga door hoor. Elke keer als ik het niet red, neem ik pauze, maar ik ga niet stoppen. Ik kan ook al die oefeningen helemaal niet. Ik heb hier ook geen sterk genoeg armen om mezelf bijvoorbeeld helemaal in een plankhouding te doen. En dan zo'n spider oefening te doen. Maar ik doe ze allemaal. Ik ga het nu weer terugspoelen. Corkscrew. Kijk dan. Ik kan dit niet, maar ik doe het wel. Maar daarom film ik het niet, want het ziet er echt zo belachelijk uit bij mij. Als pauze kijk ik dit soort video's. I'm literally like so embarrassed, but I'm really insecure about posting. Heel benieuwd. Nou, zo zie ik er nu uit. Ik heb het wel gedaan en je ziet het aan mijn bewijs. Ik zie altijd veel gezonder uit na het sporten, vind ik. Ik voel me echt zweterig en goor. En ik vond het moeilijk om dan trots op mezelf te zijn en te denken, ja, je hebt er 1 half uur over gedaan. Ja, je hebt niet elke oefening zo vaak gedaan als zij, want je bent veel trager. Maar hallo, van echt mega lui naar zeker 500 keer thuis de tuik springen en deze workout. Ik denk dat het gaat me niet lukken om het elke dag te doen. Maar morgen moet lukken. Ja, het wordt dus niet echt de challenge. Maar ja, ik weet gewoon dat het niet elke dag gaat lukken. Dus ga ik ook niet mezelf verplichten wat een baal is. Thumbs up voor mijn workout. En ga het ook doen als je net als ik baalt van je kilo's die erbij zijn gekomen. Ik had dus laatst zo'n witlofsalade van de Albert Heijn gekocht. Met een appel erdoor en zo'n zakje rozijnen en nootjes en een lekkere dressing. En ik hou niet zo van appel doorsla en al die andere dingen hoefde ik ook niet. Ik vond letterlijk de witlof in combinatie met de saus zo lekker. Nou, ik ga zelf eens een dressing maken. Ik heb dus van die echte mayonaise in mijn koelkast staan. Niet goed, I know, maar het maakt niet uit. Een beetje mayonaise, halfvolle yoghurt en mosterd. En het is zo lekker. Ik denk serieus dat ik gewoon dit met dit. Dat is niet mijn avondeten hoor, maar dat ik dit. Dat ik er niks meer doorheen doe verder. Want ik vind dit gewoon niet normaal lekker. Toch een appeltje erdoor. Ik hou er niet zo van appel door salade. Maar het maakt inderdaad wel echt het verschil. Nom 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 nom. Nou, hebben jullie dit gezien? Mag hij even ontdekt worden door Musical Land? Deze man. Doet alleen amateurgezelschappen. Hij is zo goed. Moest het even filmen. Hij is fantastisch. Hij moet echt ontdekt worden. Ontdek hem. Oké, ik kom echt zo uit mijn bed. Nou ja, onweten en zo. TV gekeken echt heel lui. Want ik heb het al op Instagram gezegd, maar helemaal niet tegen jullie. Ik ben ongesteld geworden, jongens.
Het is zondag, pas 4 weken geleden dat ik stopte met de pil. En daarvan is er ook nog een stopweek. Dus nog niet eens 3 weken later. Sinds dat ik gestopt ben. Sinds mijn stopweek. Dus dat is echt heel goed nieuws. Maar ik heb echt heel lang geslapen. Ik voelde me super verrot. Snapte er niks van. Was ik ineens ongesteld. Dus nu voel ik me ook heel belabberd. En als je ongesteld bent, moet je niet te veel zwaar sporten en zo. Maar ik ga toch door met de Chloe Thing Challenge. Nou, mijn eigen bedachte challenge. Dat ik in ieder geval elke dag iets doe. Voordat ik mijn haar ga wassen en me ga klaarmaken. Zo. Dus ik heb weer mijn pakje aan. Dit ben ik vandaag. Olé. Let's be real. Oh, ik heb video's gekeken waarbij mensen het doen en denk echt, oh, dankjewel dat je dit erop zet. Want dan zie je dat iedereen er zo debiel uitziet. Oké, nou eigenlijk ging het best oké. Ik merk dat ik gewoon, conditie gaat nog wel. Ik was er al verbaasd over van hoe kan het zo slecht zijn. Maar ik vind die op je armen leunoefeningen gewoon de hel. En dat hoorde ik ook van andere buitenlandse YouTubers waar ik filmpjes van heb gekregen. Liggen op mijn rug gaat goed, staande oefeningen gaan goed. Maar die op je armen, ik heb gewoon geen armkracht. Maar ik ga nu nog eentje doen. Lower body, aangezien ik daar nu het meeste problemen mee heb. En op de helft, het gaat serieus best wel goed. Het zijn allemaal staande oefeningen. Dat kan ik wel. Oh my god, ik heb het gedaan. Ik ben echt trots. Het ging wel. Nog even een paar keer springtouwen, dan ben ik echt trots. Ik ben weer helemaal fresh. Broekie, blouseje, make-up moet ik nog doen. En dan ga ik richting H. Oké, make-upje zit erop. En ik ben nu bij H. En het is al 7:30. Ik ben vet laat. We hebben net weer 2 workouts gedaan. Dus dag 3. Check. Ik heb zin om even iets te doen, dus ik ga even naar Den Haag. Heel random. Even lekker een paar uurtjes wat winkels kijken. Ik ben benieuwd hoe druk het is. Lekker, daar is het lekker buiten. En nou ja, beter dan bijvoorbeeld zo'n mall vind ik nu. Want waarschijnlijk is het nu super druk overal. Omdat je overal zonder afspraak kan, denk ik. Dus oké. Oké, deze camera kan niet zoomen, maar daar zijn allemaal echt tientallen politieagenten en allemaal mensen. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Maar ik heb echt de verkeerde dag gekozen, want het is echt een en al drama hier. Radio 1. Den Haag is voor mij. Dit was. Ja, dit. Om de Palestijnen te steunen. In totaal waren er zo'n 2000 betogers en er was veel politie op de been. Oh. Op het Malieveld werd een man van 26 gearresteerd die een politieagent sloeg en taserde. Israël heeft in Gaza een kantoorgebouw onder vuur genomen van de internationale persorganisaties als AP en Al Jazeera. Ik heb wel een paar dingen gekocht. Een paar dingen laat ik zo bij haar thuis zien. En een paar dingen, even kijken hoor. Ja, dit is zo leuk. Dit is echt een heel klein mini cadeautje. Een pen is het. Een hele leuke gouden eenhoornpen. Maar ze hebben het helemaal zo ingepakt. Terwijl het echt super cheap was. Dat vond ik wel heel leuk. Bij de HEMA heb ik een dubbelwandige isolerende beker voor €2,50 gekocht. Ik wilde dus zo'n hele simpele beker voor als ik hier ben op maandagochtend en ik wil even een koffietje meenemen. Nou, dit is perfect bij de HEMA. Zo'n niet hele goede, maar dat hoef ik ook niet. Ik wou dat hij gewoon niet te groot was. Hier ben ik super blij mee. Ik wilde even wat die lepeltjes van Sissy Boy, zeg maar. Daar heb ik er nu 2 van, maar ik wilde er 4. Dus ik heb er weer 2 bij gekocht. Dat zijn deze. Als je deze gewoon niet in de vaatwasser doet, dan 2 dus. Dan blijven ze gewoon mooi. Dit is een cadeautje. Super leuk. Het is dus voor in bad. Oh, ik wou deze ook even laten zien, maar hij is al dichtgeplakt. Maar deze is zo leuk, ik wil hem even laten zien. Deze is ook een cadeautje. Ze hadden super veel leuke. Nou ja, ik ben heel lang niet geweest. Kijk, deze Rainbow Bubble Bar. De geur is een beetje citrusachtig. Ik vind het niet de allerlekkerste geur. Ik vind hem wel lekker. Maar hij is zo geweldig als cadeau. Voor mezelf heb ik geen nieuwe. Dat is deze. Zeg maar die karamelachtige geur. Yagnok of zo. Bubble Bar. Dat ik hier lekker in bad kan. En een matcha. Dat is die camphorder, zeg maar. Die hele bekende. Maar dan dus een matcha variant. En hij ruikt niet super lekker, maar hij heeft iets herbalachtigs. En ik vond hem wel heel lekker. Heel leuk. Bij de HEMA heb ik washi tape gekocht. Wat ik leuk vond voor de webshop. Het is van Blond Amsterdam. En ik vond het wel leuk om brievenbusdozen hiermee dicht te plakken. Kijk, hartstikke leuk. Ook super geweldig is deze thermosfles. Die was iets van €9. Hele grote leuke thermosfles. Ook van de HEMA. Trouwens, mijn ongesteldheid. De pijn is op dit moment echt heel erg intens. Maar ik ben super blij dat ik ongesteld ben geworden. En ik zag een hele leuke handdoek. Een badhanddoek. En die was €8. Dat vond ik niet duur. Kijk. Het lijkt wel bijna een soort Sissy Boy handdoek. Van de HEMA.
groot, leuk. Echt een grote. Niet extreem, maar wel groot. Oh ja, ook nog cadeautjes voor H. Bij de toko heb ik 3 Japanse biertjes voor hem gekocht. Vond ik wel leuk. Deze. Ik weet helemaal niet of je dat lekker vindt, maar ik vond het wel grappig. Deze. Oh, wat hou ik toch van geld uitgeven. Dit is een gingerbeer, maar dan wel met alcohol. Deze. Verder nog wat toko eten. Dat laat ik zo binnen nog even zien. Dan ga ik nu naar boven. Oké, ik heb dit gekocht. Ik weet niet of het lekker is. Matcha latte with ginger. Er moet alleen water bij. Deze dimsum, want volgens mij heb ik dat merk nog niet geprobeerd. Taro buns. Als ik het ga eten, zal ik het wel filmen. Mijn favoriet dumplings. Dit is handig voor een salade. Dus al gepeld en dan 3 ongepelde. Deze gember, want volgens mij heeft die roze kleurstof en krijg ik daar buikpijn van. En dan nog een kleine chili saus. Sesam dressing. Die was dus niet zo duur, dat is heel lekker. En dumplingsaus. Oh ja, en deze rare mais. Ja, dat is waar. Oh, lekker. Ik heb zo raar geslapen. Het komt echt door die menstruatie. Ik heb echt gezweet. Ik heb rare dromen gehad. Heel raar geslapen. Ik werd wakker. Ineens, mijn eten smaakte anders. Echt super vaag. Maar goed. Eerste workout zit erop. Ik ben echt sterker. Ik merk dat ik die oefeningen op de grond, op je armen zeg maar, met je buik naar de grond, gaan veel beter. Ik kan mezelf gewoon beter optillen. En dan gebruik je misschien geen gewichten, maar je tilt natuurlijk continu je eigen lichaamsgewicht op. En dat is echt niet weinig bij mij. En ja, ik heb het echt heel erg dit, maar ik merk gewoon dat ik sterker word, dat het beter gaat. Op mijn billen minder, omhoog pieren. Ik hou alles langer vol. Ik doe 2 keer die minuut pauze pak ik en verder ben ik gewoon doorgegaan. Dus dat is zo vet dat dit gewoon werkt. Voilà, het is zondag en ik zag op Instagram dat iemand bij een aardbeiendrive was in Hazerswoude. En toen dacht ik, hey, dat is volgens mij hier heel dichtbij. Dus daar gaan we nu naartoe. Het is 14 minuutjes rijden en daar heb je dus allemaal van die hele lekkere aardbeien met chocolade op en dingen. Dus ik ben benieuwd. Oh, dit is niet normaal. Is het helemaal en deze rij en dan weer een hele draai hier en dan... Oh, nou, dat kan echt niet. Nou, we reden weg omdat we het te lang vonden en toen gingen we toch weer terugrijden. Oh, het is dus 3 kwartier wachten, we gaan het dus doen. Je kan ook ondertussen even uitstappen en lekker in het zonnetje chillen. Wel. Nu gaan we toch niet meer, want het was niet 3 kwartier, maar 5 kwartier. Maar ik ga wel even het lijstje aan jullie laten zien wat er wel allemaal is. Mag ik hem eens, hè? Kijk, dit is het lijstje. Gechocolateerde aardbeien in spies. Nou ja, je kan het zelf lezen, denk ik. Wel leuk. We gaan weer vanuit met de auto naar werk. Vanuit Zoetermeer. Ik heb een Starbucks in een reusable cup. Wauw. Sapje, groen sapje, spelbol met zalm weer en deze voor de on the go. En let's go, hoe laat ben ik er? Precies 8 uur nu. Zo, ik ben thuis hoor. Ik heb trouwens een andere trui aan, want die ander bleek vlekken te hebben. Oh, ik heb volgens mij niet gevlogd vanochtend. De boodschap worden ze zo bezorgd en ik heb ook nog boodschappen gedaan. En ik moest vet fantastisch tillen, maar volgens mij ben ik echt al sterker. En ik moet dus ook nog mijn workout doen. Ik lijk nu niet moe, maar ik ben best wel moe, want we hadden echt 2 nachten best wel slecht geslapen. En het is nu 4:30. Ik moet dus nog een workout doen, dus ik denk dat ik hem nu meteen ga doen. Nee, ik ga er zo even wat eten. Maar ik ga het gewoon doen. Want als ik nu stop, dan weet ik hoe het gaat. En ik vind het leuk, dus ik ga even mijn boodschap uitruimen. Eten en een workout doen. Zien jullie al iets aan mijn benen? Ik weet het niet, maar... Oh, ik hou het niet vol. Ik heb zo lekker gedoucht. Ik ben helemaal kapot. Ik weet niet wat het is. Ik denk kom je van 2 nachten slecht slapen en al het sporten. Ik eet nu even lekker een paar aardbeidjes. Ik maak nog een... zo lekker. Deze havermelk vind ik best wel lekker. Van Belief. Wel een leuke naam ook. Maak ik er even een... ik denk... vandaag neem ik een matcha. Die moet ik ook drinken, anders is het zonde. Ik ga nog heel even tv kijken en dan ga ik lekker op tijd naar bed. En als het me lukt, want ik kan dat niet. Laat even weten, zijn er hier mensen die net als ik niet op tijd naar bed kunnen? Ze kunnen het gewoon niet. Ik kan gewoon niet voor 11 uur naar mijn bed gaan. Hoe moe ik ook ben. Ik val nu gewoon in slaap, hè? En ik ga niet. Ha kan echt gewoon naar bed gaan als hij moe is. Mijn moeder ook. Mijn vader ook niet echt, volgens mij. En jullie? Had ik helemaal lekker koffietje gemaakt. Ik denk, ik zet hem recht op in mijn rugzak. Kan wel. Is echt de helft eruit. Het was mijn hele rugzak onder de koffie, inclusief mijn camera. Net het mondkapje voor het eerst. Helemaal kopdoorfeekt. Zo dom. Eerst dat ik echt een lekkere koffie erin ging maken. Nu is het dit. Typisch. Hi. Wat is het warm. Niet normaal. Zo grappig. Ik kom het school uit. Zijn er allemaal kinderen.
Nou, een jongen uit mijn klas nu, een jongen uit mijn klas vorig jaar en een jongen uit mijn klas dat jaar. Hey! Doei! Herken je me niet? Nou! Doei! De zon schijnt, dus we zijn allemaal kinderen. Kijk, hier zijn weer kinderen. Nou, helemaal leuk. Alle kinderen op straat. Helemaal gezellig. Maar eentje had zo'n elektrische step. En ik ging erop over het schoolplein. Ik voelde me helemaal cool. Nou, dat vond ik leuk. Verder had ik vandaag veel gesprekken en zo. Bouwvergadering heel druk. En ik heb veel te warme trui aan. En nu ga ik een pakket ophalen bij het postkantoor. Met nieuwe spullen voor de webshop van dat mooie nieuwe merk. En dan ga ik naar huis. Ik ga nog even in de zon zitten, denk ik. Maar ik moet heel nodig plassen. Oh my god, het was zo warm. Ik ging, oh ja. Er waren vet veel dozen, super zwaar. Dus ik ging ze naar boven tillen en toen ook vast een jurkje aan, want ik had het heel warm. En één doos staat hier nog, deze weegt 6 kilo. En het is dus zoveel meer dan ik in mijn hoofd had. Ik ben benieuwd wat hierin zit. Oh, dit zijn die vazen, die bottles. Oh joh. Een hele doos voor bottles. Ik denk, wat is dit allemaal nog? Dit is zeg maar decoratief. Het zit zo goed ingepakt allemaal. Ideaal, want dan kan ik het zo doorsturen. Nog veel mooier dan ik had verwacht. Het is super, super zwaar. Prachtig. Heel erg leuk. Het is echt een super mooi merk. Niet goedkoop. Niet extreem duur, maar echt wel wat prijziger. Allemaal handgemaakt in Thailand. En ik ben helemaal verliefd erop. Deze neem ik mee voor mezelf. En weer een tas vol voor het Leger des Heils. Met allemaal leuke items. Volgens mij heb ik ze nog nooit gefilmd, maar ik heb zoveel pop-its en fidget toys van AliExpress. Er zijn er weer een paar binnen. Blijft leuk. Oh my god, ik moest het even bekijken, maar hoe prachtig zijn deze kussens. Zo mooi. Je kunt de hoes er dus afhalen, dus je kan het gewoon wassen of schoonmaken. Verliefd ben ik. Heel mooi. Nou, dit is ook niet normaal. Deze handgemaakte servetringen. Met glaskralen. Oh. Zo mooi. En dan nu, waar is eerste instantie waardoor ik verliefd werd op dit merk? Deze kandelaar. Eindelijk heb ik hem. Dit is hem. Zo prachtig. Zo zwaar. Helemaal verliefd. Nog geweldiger dan ik had verwacht. Dit is niet normaal. Dit is een flesopener. Nou, dit ga ik ook zelf houden. Dit is echt zo prachtig. En jongens, het is kwaliteit. Het is echt. Je hebt echt iets vast. Oh my god, dit is zo leuk. Bottle opener. Niet normaal, toch? En dus deze cardholder. Ik heb dus al de Daisy. Helemaal verliefd op. Die staat hier. En dan dus ook de Shell. Oh, zo mooi. En nog een bottle stopper. Ook heel zwaar. Met een Daisy. We hebben die dus ook met Rainbow. Volgens mij had ik die al laten zien. En hier Shell. Nou, ook te gek als cadeau. Als je dit cadeau krijgt, ben je toch helemaal blij. Heel leuk. Oh, ik ben zo happy. Ik wilde dit dus allemaal zelf hebben, maar ik heb het dus ook in mijn webshop. En dat maakt het gewoon echt heel erg leuk. En nog een fantastische bottle opener met Daisy's. Ik weet niet welke ik moet houden, om ze allemaal te houden is ook zo overdreven. Maar hier ben ik ook helemaal verliefd op. En met Shells. Ja, welke moet ik nou houden? Ik wil dit allemaal hebben. Ik hoop jullie ook. Helemaal verliefd, joh. Deze laat ik nog even dicht. Maar dit is een hele gave badmat met een Shell. En een hele leuke met dots. Maar die wil ik ook nog even bewaren. En ook helemaal verliefd hierop. Hier ga ik echt... Ja, ik denk mijn sieraden in bewaren. Maar dit vind ik ook niet normaal. Velvet. Zo gorgeous. Prachtig. Echt te gek. Helemaal verliefd. Ja, ik weet dat ik het 1000 keer zeg. Maar ik ben helemaal verliefd. Volgens mij was dit het tot nu toe wel. Nou, wat heerlijk dit. Volgens mij is dit echt nieuw. Ik ga hem in de oven doen in 20 minuten. Lekker joh. Nice. Ik ben heel benieuwd. Het zal echt wel heel lekker zijn. Eerst wat ik dacht toen de oventimer ging is... Huh? Is hij er nu al 20 minuten voorbij? Ik heb alleen maar Insta-stories lopen maken. Het is heel bizar hoe snel de tijd gaat als je op je telefoon zit. Echt, mijn schermtijd is ook chockerend. Echt zo stom. Maar goed. Het is klaar. Ja, ik zou denk ik toch eerst roeren voordat ik het in de oven doe eigenlijk. Want nu is het helemaal geen geheel. Het is gewoon een rauwe groente, lijkt het wel. Hè? Het is wel heel gezond en lekker uit. Heel weinig saus, daar hou ik wel van. Maar ik vraag me toch af of het zo moest. Even kijken. Ja,
zoals ik het gedaan heb. Het staat gewoon heel vers, maar die groenten zijn echt nog een beetje rauw. Een soort soepgroenten. En ik mis ook wel saus. En dat veel mensen dit te saai vinden. Maar ik hou wel van gezond, maar ik vind het wel heel gezond smaken. Echt, ja. Die pasta zeg maar van de Deen, die kant-en-klaarpasta, vond ik lekkerder, maar die was ook wel minder gezond. Pasta zelf heeft weinig smaak en de saus ook, maar het smaakt wel lekker gezond. En stukken beter dan eten bestellen. Dus qua gezond, top. Qua smaak, niet heel spannend, maar echt wel goed genoeg. Ik zal het dan nog een keer halen, maar ik doe er wat zout op. Maar voor de sausliefhebbers is het echt te saai. En sorry voor de televisie die het op de achtergrond. Nou, ik doe er zout op en ga lekker eten. Hallo, ik had een hele leuke dag, want we hadden een Engelse les en we hadden geen gymles, dus ik ging een soort van vrije gym geven. We hebben de GVR gekeken, een stuk. Het is allemaal wel leuk, maar nu ben ik zo chagrijnig door een good to go box die ik net heb opgehaald. Ik ben helemaal ontdaan. Ik ben er helemaal chagrijnig door de inhoud. Ja, je gaat het wel zien in de video. Ik stel me misschien echt aan, maar ik ben er helemaal misselijk van. Ik liep ook in de toko hier net. Dat is in de buurt, dichtbij. En ik was echt helemaal misselijk. Ik heb wel gyoza gekocht. Ik eet niet meer zoveel die dumplings. Ik heb altijd een tijd lang verslaving aan iets. Maar ik vind dat slijmerige niet meer zo lekker. Dus ik dacht, ik doe gyoza. En ik heb 2 zakken sojabonen. Dat was het. En nu ga ik naar huis. Maar oh, helemaal misselijk. Anyhow, dat was het. Ik ben thuis trouwens. Dat supermooie kussen van mijn eigen webshop. En ik had ook nog een ander heel mooi kussen besteld. Kijk. Hier ben ik echt ontzettend blij mee. Hij is zo mooi. Kunnen jullie dat zien? Hij is echt prijzig hoor. Maar kijk hoe tof. Gewoon helemaal handgemaakt in Thailand. Lekker stevig. Nou, hier ben ik onwijs blij mee. Maar ik snap dat het voor de meeste mensen dat ze duur vinden. Ik weet niet. Ik geef het laatste tijd best wel geld uit aan dingen die ik mooi vind. Gewoon als ik het mooi vind. Ik heb dus nog wat gekocht. Ik had van Lotte dus €30 gekregen bij Sissy Boy. En ik had een kussen daar laatst gezien. En die was €50. Maar ik heb hem wel besteld. Ik vond hem zo mooi. Hij is wel een stukje groter ook dan het andere kussen. Maar hij is helemaal vacuüm verzonden. Bizar. Hier zit gewoon een kussen in. Ik vind hem echt te gek. Die is dus €50. Maar wel echt super mooi en groot. En ik heb nog wat besteld. Ik heb hele mooie theeglazen besteld. En deze matchen dus heel leuk bij die roze glazen lepeltjes. Ze zijn €6 per stuk en ik heb er 4. Ze zitten hierin. Kijk, ze zijn echt amazing, vind ik zelf. Ik kan de prijs toch wel meevallen. Ja, ik zie het al. Kijk, ergens twijfel ik, want ze zijn roze, maar het valt niet altijd op. Soms lijken ze gewoon doorzichtig. Als je zo ziet, maar ze zijn echt wel roze en ik vond ze gewoon heel erg vet. Dit vond ik gewoon extreem cute. Het is helemaal matchy-matchy. En ik vind ze echt super leuk. Ja. Ik drink eigenlijk nooit thee uit een glas. Maar ik vond deze heel erg leuk. Oké, dat ben ik. Ik ben trouwens aangekomen. Super leuk. Ik voel me wel wat strakker. Maar ik ben dus aangekomen. Heel fijn. Een kilo. Het gaat maar door. Ik blijf maar aankomen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Warming up, hè dit? Het gaat wel beter. Maar ik merk dat ik niet echt gemotiveerd meer ben. Ze moeten weer wat anders zoeken. Of zo, denk ik. Even weer afwisseling. Ik ga nu in ieder geval even springt houden. Hier in de kamer. Dit was zo grappig. Er zat net een vlinder vast. Beneden bij de deur naar het buitenspeelplein. Dus de directeur wilde hem redden. En ik ging helpen en het lukte niet. En de hele trap stond zo vol met allemaal kinderen. Die zaten te kijken als een soort toeschouwers en alle ouders. En toen lukte het. Ik echt zo, yeah! Dat was heel grappig. Dit is trouwens zo leuk. Ik kreeg een mailtje van de directeur doorgestuurd. Van ouders uit mijn klas. En dat zijn ouders met wie ik nu een gesprek heb. Want ze mailden me gisteren of eergisteravond met iets. En toen zei ik van nou laten we het donderdag over hebben. Blablabla. Maar met hen heb ik heel erg goed contact. Over hun kind. En ze mailden dus echt een prachtig mailtje. Met echt hele mooie complimenten aan mij. Die ze dus naar de directeur stuurde. Ze van je mag ook wel eens wat positiefs horen. Want waarschijnlijk krijg je vaker klachten dan positieve berichten. En het was zo'n mooi bericht. Zulke mooie specifieke complimenten erin en echt, nou ja, ik zou het wel willen voorlezen, maar dat is misschien een beetje raar, maar echt, ik werd helemaal happy ervan. Het was zo mooi. Ik stuurde naar mijn ouders en naar haar, die zegt ook echt van wauw, trots, hoe mooi als ouders dit over jou zeggen. Dus zo lief, echt, maar wat ik al vaker zeg, ik heb zulke lieve ouders ook dit jaar die echt hun waardering uitspreken en I appreciate that.
Ik blijf die Do This Every Day To Lose Weight Challenge echt lekker vinden. Ik heb hem weer gedaan. Nu springtouwen. Je ziet dat ik echt al wel veel minder rood word ervan. Maar ik voel het hoor. En ik word echt sterker in mijn armen, dus dat is echt top. Trouwens, pigmentvlekken update. Ik heb hier ineens dingen, maar je ziet ze nog wel. Het is iets minder, maar ja, de zon schijnt ook minder. Dus volgens mij is het nog steeds even erg. Had ik trouwens al verteld dat ik echt 2 kilo zwaarder ben dan een week geleden. Ja, ik weet ook niet wat het allemaal is. Het zou door het sporten kunnen komen, maar je ne sais pas. Oh my god, hoe tof is dit in een surprise box? Deze set. Deze lakleren legging. Echt te cool. Dit zo en het shirt erop. Helemaal leuk. Deze erbij. En klaar. Hallo, ik heb het helemaal niet gevlogd, maar ik heb gisteravond heb ik een beetje onverwacht, spontaan een nachtje weg geboekt voor mijn H. Want we wilden dat eigenlijk al doen, maar ik wist niet helemaal precies qua planning of het kon en zo. En nu wist ik dat het wel kon. Dus toen heb ik iets geboekt, maar het is dus echt heel luxe en heel duur. Maar we hadden er echt heel erg veel zin in om gewoon even helemaal te relaxen. Het is in Hoevelaken en het is een, volgens mij, een soort van boerderij van mensen. En die hebben dat nu als B&B, omdat hun kinderen uit huis zijn. Omdat hun kinderen uit huis zijn en ze nu ruimte over hebben. En het is met ontbijt. En ze hebben een soort van bioscoop. Achter iets in de woonkamer. Een jacuzzi en een zwembad. Het is alleen niet echt lekker weer dit weekend. Maar we zijn er over 13 minuten. En ik zal jullie natuurlijk ook even laten zien hoe het is. En we gaan dus voor 1 nachtje. We zijn er en het is niet normaal. Ik had, zeg maar, er is geen 1 negatieve review. Dat maak je ook bijna nooit mee. Dus ik had wel wat verwacht. En er stond ook van, het is nog veel mooier dan op de foto's. Maar het is echt gewoon alleen maar, dit is het. We komen aan. Dit staat er klaar. En nou ja, ik zal het straks even buiten laten zien. Het is echt niet normaal. Wij zitten dus hier. Nou ja, ik kan het niet eens uitleggen. Maar dit is ons gedeelte in ieder geval. Het is echt niet met woorden uit te leggen. Even kijken. Het is hier ook vet lekker warm. Kijk hoe gezellig. Ik snap wel dat dit op de foto's minder goed overkomt, want het is hier helemaal donker. Hier is dus de bios. Hier kunnen we chillen. Het is gewoon enorm. Dit is alleen nog ons gedeelte. Slaapkamer. Zwaan heeft helemaal gevouwen. We hebben badjassen. Het is echt, echt niet normaal. Niet normaal. Kijk even wat je krijgt. Wat er net is neergezet. Een hele borrelplank. Nou, dat is echt niet normaal dit. Jeetje. Kijk, hier kan je zitten. Daar is een jacuzzi en een zwembad. Het is echt enorm hoor. Daar is een fietsenschuur. Daar een keuken. En daar is een kroeg. En hier krijgen we morgen ontbijt. Oh, hier hebben mensen allemaal reviews geschreven. Hey. We zijn eventjes naar het dorpje gereden, een paar minuten, want we gaan even wat dingetjes halen in de supermarkt. En we weten niet of we eten gaan bestellen of dat we daar iets, misschien iets willen kopen. Maar we willen niet te lang weg bij het huis, omdat het natuurlijk zo chill is. En voor je weet is de tijd weer voorbij. Het zal ook best leuk zijn om nog even hier ergens een drankje te doen of zo. Maar weten we nog niet. Als we maar chillen, dat is het belangrijkste. Wel echt lelijk op zo'n ding, man. Ja, niet alleen op zo'n ding. God, ik heb die vriendin een volgverzoek gestuurd en gelijk begint te haten. Wat is dit, ouwe? We waren zulke chill. We waren echt chill met z'n tweeën, ouwe. God, wat is dit voor haat, man? Hij stopt niet meer. Ja, hij viel maar door. Zo, wij gingen dus. Wij gingen om 4 uur dus even naar het dorpje hier in Hoevelaken toe. Naar Albert Heijn om even iets te halen. Ik weet niet eens meer wat. En toen hadden ze dus aangeraden bij de B&B om even hier naar De Haan te gaan. Want dat is een café die een hele tent buiten hebben staan waar je naartoe kan. En we dachten eerst, oké, zonde, want we hebben zo'n chille B&B. We hebben zo'n chille B&B, dus zonde om dan hier te gaan zitten. En toen gingen we even zitten. Nou, we zaten hier denk ik om 4:30. En er waren allemaal jonge lui en zo. Het mag allemaal gewoon, dus als je maar gewoon op afstand zit. En nou, wij zijn allebei wel van het gewoon kletsen met mensen die we niet kennen. En het was zo gezellig. En langzaamaan gingen we elkaar een beetje met elkaar kletsen en elkaar drankjes geven en zo. En toen zaten we gewoon nu, nou ja, tot 8:10 zaten we gewoon met hun te kletsen de hele avond. En het was zo gezellig. En ik heb het echt zeker al een jaar niet meer gehad. Gewoon een beetje alsof je uit bent.
Nou ja, het is nu al 8 uur, maar je zat er al sinds 4 uur, weet je wel. En het was zo leuk. Niet normaal, ik ben helemaal blij. Het was echt heel gezellig. En nou ja, het was gewoon echt heel leuk. Dat vind ik ook gewoon zo leuk om gewoon met vreemde mensen te kletsen. Nu gaan we even kijken of we nog ergens wat eten kunnen halen. En ik had dus niet gefilmd, maar dat is echt heel leuk. Ik heb wel wat op Insta gezet. En dan gaan we nu naar de B&B en dan gaan we lekker in jacuzzi. Daar heb ik echt zoveel zin in. En ja, het was gewoon echt heel leuk. Doei. Kijk, ik ben echt te blij, maar dat is zo gezellig. Wat trouwens echt te leuk was, de vrouw die hier dus werkte in het café waar we net zaten, was de zus van de man waar we het huis huren. Dus ze hadden al gezegd van, oh, ga gezellig naar de Haan. En mijn zus, zeiden ze later, mijn zus werkt daar. Dus wij dachten, oké, sowieso supporten de horeca, we gaan wel even langs, weet je wel. En toen halverwege zei die zus van, ja, mijn broer belt net en jullie krijgen een drankje op hun kosten. Dat ik echt denk, hoe lief, die B&B, het is fantastisch. Echt, zit al helemaal vol. Ja, het is prijzig, maar eigenlijk voor wat je krijgt en voor wat zij er allemaal onderhoud hebben en kosten, valt het echt mee. Dus het heet trouwens Willemshoeve. Suite met bioscoop, jacuzzi en zwembad in Willemshoeve Hoevelaken. Als je daar op zoekt, dan vind je het wel. Hoe chill thuiskomen is dit? Gewoon net overdag dacht ik van oké, hier zitten zij. Maar als je nu hier zo thuis komt, is echt te geweldig. Zo chill. Ze hebben je badjas en slippers. We gaan nu naar de jacuzzi kijken. Chill. Nee. Bikini aan. Badjas eroverheen. Let's go. Kijk dit. Dit in de jacuzzi. En het is echt zo lekker. Hij zit hier ook helemaal privé. Achter een bosje. En het regent een beetje en we hebben hier lekker drankjes en muziek en jet. En het is echt geweldig. Het is echt niet normaal. Zo erg genieten. Oh. Het is al 11:30, we zitten steeds in de jacuzzi. We hebben de sushi besteld, die is nu pas net geleverd. De vrouw van de B&B heeft het aangenomen, zo lief, zegt ze. Echt zo heel netjes op afstand, zo, om ons niet te storen. Ze is zo aardig. Zegt van, jullie eten is er. Het is volgens mij koud. Ik heb het in het huis gezet. En nu is hij het aan het ophalen. We hebben echt vet veel lekkere sushi besteld. Het is zo'n geweldig weekend. Het is niet normaal. Het is het zo waard. Je hoort echt, nou ja. Het is gewoon echt even totaal anders dan het dagelijks leven. Het is echt fantastisch. Al ben je er 1 nachtje. Het is gewoon geweldig. Het is niet normaal. Maar ik wist niet wat ik moest bestellen. Dus ik heb maar wat gedaan. En het is echt zoveel. Voor ham met beef. Bizar. De kater is behoorlijk aanwezig. Ik heb echt bijna nooit een kater. Maar nu echt heel erg. We hebben wel echt heel lekker gedoucht. Het is hier donker. Heel lekkere douche. En nu gaan we naar het ontbijt. Maar ik ben eigenlijk nog heel misselijk. Maar eten is meestal wel goed. Ik ben benieuwd. Dit treffen we aan. Niet normaal. Kan je botervlootje open doen? Zelfs daar is een vormpje in gemaakt. Ik had gezegd dat ik wel vis eet. Lekker. Jeetje, Mina. Bizar. Geweldig. Nee, ze hebben gouden bestek. Ze komt net ook nog pancakes brengen. En ze gaat nu nog een gebakken ei voor ons maken. Nou, we zijn er weer. We zijn even langs mij gereden. Eigenlijk om mijn auto op te halen. Ik heb even mijn laptop gepakt. Toen zijn we meteen met 2 auto's terug hier naartoe gereden. We zijn wel een beetje brak. Maar het kan erger voor hoe chille avond we hebben gehad gisteren. En we krijgen ook nog deze eieren mee. Willemshoeve Ufs. Bio-Uf, superleuk. En het was echt fantastisch. Je betaalt er wat voor, maar je krijgt er zoveel voor terug. Niet alleen de locatie, maar ook die mensen en wat je allemaal krijgt. En zondag gisteravond toen we in de jacuzzi zaten, toen ging hij even terug naar binnen. Toen stonden er ineens 2 aperitiefjes, een soort vanillelikeur met muffins. En nou, het is niet normaal hoe ze het allemaal deden. Ik heb trouwens ook een hele lekkere vanillelikeur gekocht uit Hoevelaken. Maar die ligt volgens mij nog in de auto. En nu is het 2 uur. Nu gaan we gewoon eventjes hier chillen.